streek vonkachtig. Al deze grove dennetjes die krijgen een stip en die gaan weg. En in het bos is het eigenlijk een continu gevecht om het licht. Het is een boom waar veel meer insecten van afhankelijk zijn. En als je hier kijkt, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Meer dan 500 verschillende diersoorten zijn afhankelijk van een berk. En deze grove den, daar profiteren 170 soorten van. En boswachter Ruben Vermeer vindt het heel leuk om die soorten ook te vangen. Ja, even kijken of deze. Dit is best wel een dennenspanner. Hij blijft mooi zitten. En een mannetje ook. Dat kon je zien aan die heel mooi gevederde antennes die hij had. Ja, en dit is nu wel zo'n soort die wel gebonden is aan dennenhout. Je hebt hem gevangen? Ja, gevangen. Freek vonkachtig. Maar dit item gaat eigenlijk over bomenkap. Natuurmonumenten wil graag de biodiversiteit versterken door juist bomen te kappen. Dus al deze dunnere, grove dennetjes, die krijgen een stip en die gaan weg. Achter mij staat er zo eentje, die mag blijven staan. Het is een berk, een ruwe berk. En hij wordt eigenlijk omringd door allemaal grove dennen. En in het bos is het eigenlijk een continu gevecht om het licht. En berk is nou eigenlijk net een soort die we heel graag in het bos zouden willen hebben. Het is een boom waar veel meer insecten van afhankelijk zijn. Grove dennen die dragen een beetje bij aan die verdroging waar we ook last hebben in dit gebied. Grove den heeft het hele jaar door die naalden, verdampt daardoor het hele jaar door water. En zo'n berk die heeft natuurlijk alleen maar in het voorjaar en in de zomer bladeren. Om een zo divers mogelijk bos te maken, halen we dus de bomen die concurreren met deze berk, die halen we weg. Maar biedt het ook weer ruimte voor, bijvoorbeeld we zien hier lijsterbessen in de ondergrond, velboompjes. Nou, die krijgen ook weer meer licht en die kunnen weer gaan groeien. En dan krijg je dus zo langzamerhand een steeds diverser bos. En als je hier kijkt, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Er valt veel meer licht op de bodem. In ons bosbeheer proberen we dus die donkere stukken waar we net waren om te vormen naar een bostype als dit. Een paar jaar geleden hebben we hier dus bosbeheer uitgevoerd. En dit is dan het resultaat wat je krijgt. En dan ziet Ruben opeens weer een bijzonder beestje. Een kokermot. Die verzamelt allemaal dennennaaltjes. En die vouwt hij als een soort van jasje om zich heen. En die plakt hij zich vast aan een boom, in dit geval deze berk. En in dit is dus door een insect gemaakt soort van kokonnetje als het ware. Daarin leeft die kokermot. Wat is biodiversiteit eigenlijk? Het komt er eigenlijk op neer dat op het moment dat we deze berk hier bijvoorbeeld niet hebben groeien, dan ziet die kokermot die we net zagen, die was er ook niet. Als je bijvoorbeeld vogels bekijkt in zo'n saai grove dennenbos van één leeftijd, wat zou je daar misschien? 5, 10 soorten. Maar als je in zo'n bos er ziet achter, dan heb je het misschien wel over 40 à 50 verschillende vogelsoorten. Er zitten zoveel meer insecten in een eik of in een berk. En dat is toch eigenlijk ook het voedsel wat die vogels nodig hebben. En misschien als mensen iets meer oog krijgen voor hoeveel leven er in zo'n bos is. En wat het ook oplevert aan het moment dat je je bos zo divers mogelijk krijgt. Hopelijk gaan mensen dan ook meer snappen waarom we af en toe in zo'n bos moeten ingrijpen.